Jacob on you. Noem dat door, Benoitje. Waar is die punani, kon je? Bam, bam, bam. Oké, dames en heren, welkom bij ABC, oftewel het allerbeste van de Caribbean. De enige quiz waar we praten over al de leuke dingen van de Caribische zijde van de wereld. U weet er niets van, wij zeggen er alles over, zodat u ook wordt bijgeschoold op deze manier. Maar dat doe ik altijd met mijn enige echte assistente, mijn zesde vrouw, mijn nadermeester. She's tall, sexy en pretty. Please make some noise for co-assistentia. Kiko! Bonacci! Miauw! Hallo! Doosje, doosje! Je schoen is mooi, doosje! Hebben ze het al teruggevloten? Wat? Wat bedoel je? Je schoen, is het al teruggevloten? Wat? Ik snap er niks van. Je hebt niet gehoord. Zalando heeft honderden paren schoenen teruggetrokken. Want ze zijn vergiftigd en je voet wordt vergromd. Edsel, ze zijn giftig. Oh, oké. Er zit te veel chroom in verf, maar dit is geen Zalando, hallo. Oh, het is geen Zalando. Nee, de Zapato. Sowieso. Oké. En deze is niet gevaarlijk? Als jij zo doorgaat, worden deze levensgevaarlijk. Zie die blok? Oké, okay, mama, okay, is goed. Sorry, wat is zo boos, doosje? Ga koken, hoor. Maak lever. Yeah. Doe die gordijntje open, doosje. Laat me je gezicht zien. Met mijn rug. Elke week we zetten al de grote ballen van die mensen hun postcode in een grote tombola. We draaien het in die rondje. Dan pikken we eentje eruit om de wedstrijd met ons te spelen. En vandaag het is gevallen op... Kijk op. Eyop Emmanuel. Yo. Komt daar zo aan. Alles goed? Goed hoor, ja. Ja, gaat goed. Hey Jaap, wat doe je voor het dagelijkse leven? Ik werk bij de Albertijn. Serio? Ja. Kijk, al die mensen van de groenteafdeling zijn hier. Die komkommers, die tomaten, die courgetten, allemaal op een rijtje. Oké, en wat doe je verder? En waar woon je? Waar kom je vandaan? Ik kom uit Rozenburg. Rozenburg? Ja. Yeah. Wonen meer dan andere mensen daar? 99 Rozenburgers, zei Danker? Ja. Oké, dan moet je gewoon een kindje maken, hebben jullie handen, door dat? Ja, dat is goed. Ja, Oké, ben je wel eens op de Caribbean geweest? Nee, nog nooit. Nog nooit? Nee. Waar kwam je ouders en zo origineel vandaan? Uit Eritrea. Eritrea? Ja. Bang, weet je wat het is, doosje? Hij is leuk! Eritrea! Dat is waar die mooie mensen vandaan komen. Dat is Eritrea. We zagen waar, oké. We gaan vragen stellen over het Caribisch gebied. Als je niet weet, is het niet erg. Oké, je krijgt toch een prijs. Oh, dat is wel. Ja, het is zo zelf. Ik weet de mensen niet, maar jij bent donker. We hebben andere dingen. Oké, we gaan naar de eerste vraag. Word je klaar? Ben je klaar? Helemaal. Goed zo. En Jaap, 2 april was internationale dag van het kinderboek. Heb je wel eens een kinderboek gelezen? Nog nooit. Ook niet, ik moet als nog kind? Komen. Ook niet als kind? Ook wel. Ja, ook wel. Oké, okay. Probeer vaker te lezen. Kan je misschien een betere job vinden. Ik maak eens een grap. Jap en ik maken een grap. Doe niet zo. Tuurlijk moet je bij Albert Heijn ook kunnen lezen, hoor. Anders wordt die prijs verkeerd gezet. Ja. Maar de bekendste kinderboeken van het Caribisch gebied zijn de boeken van Anansi. Ja, Anansi, die kwam voor in Suriname, Jamaica, zelfs in Afrika. En op Curaçao we noemen hem Kompa Anansi. Kompa Nancy. Ik ga een stukje voor je voorlezen om je de stemming te brengen. Ben je klaar? Helemaal. Luister goed. Er was eens een koning achter zijn paleis. Hij had voor mooie en grote tuin met allerlei soorten bloemen en bomen. Vooral fruitbomen. Iedere morgen maakte de koning een wandeling in zijn tuin. En het was hem opgevallen dat de laatste tijd voortdurend fruit miste en moest diefstal in het spel zijn. Puntje, 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 adempauze.
S'nachts kwam de dief die niemand anders was dan Kompa Nancy. Weer in de tuin van de koning en zag op een gegeven ogenblik een soldaat onbewegelijk bij de put staan. Oh, spannend. Dan moet je zo doen. Oh. Doe dan. Oh. Goed zo. Maar nu komt de spannende vraag. Wie of wat is een Nancy? Is het A? Oh, je bent B. Je moet naar de jongens een krullen kijken, dan vergeet je te werken. Hé, hey, snap. Oké. Okay. Ah. Is het A, een slimme spin? Is het B, een kale zangeres die schuin krookt? Of is het C, een wandelende ananas? Anansi. Een slimme spin? Een kale zangeres die schuin krookt? Of een wandelende ananas? Ik denk dat ik toch nog voor B ga. Een kale zangeres, kun je een kanaal zien? Kijk wat ze hier wezen. Oh, dan doe ik wel A. Jij gaat voor A, ja? Een slimme spin. Oké, laten we zien wat is een kanaal zien. Laatste helft niet in. Kom maar door, Jonas. Niet in. Kom. A is een goede antwoord. Kijk de boter, kijk. Dit is die spin, heb je gezien? Oké, dat is die spin. Spin, een kanaal zien. Oké, we gaan naar de volgende vraag. In veel delen van het Caribisch gebied komen marrons voor. Maar vooral in Jamaica en Suriname. Kijk, Jamaica en Suriname zie je op de foto. Zie je, dat zijn die stukken die rood zeggen. Die grote rode is Suriname, die kleine rode is Jamaica. Daar komen veel marrons voor, maar in andere gebieden ook, in Zuid-Amerika. Maar de vraag is, wat zijn marrons? Is het A, kokoskoekjes? Is het B, de nazaten van hen die niet tot slaaf wilden worden gemaakt, voorheen door de Nederlanders heel onbeleefd bosneger genoemd? Of is het C, wilde kastanjes? Doe maar C. Nee, ze hebben wilde kastanjes. Ze hebben wilde kastanjes. We doen wel B. Jij denkt B? Ja. Ja, oké. Zeg maar nazaten van hen die niet een slaaf gemaakt wilden worden. Laten we kijken wat is de juiste antwoord. Bam, is helemaal goed. Zo noemen ze. Dat zijn marrons. Wacht, wacht. Hoppiebaan. Ik ben zo blij dat jij niet meehelpt, hè. Eritrea, ja, ik weet het niet. Mooie krullen. Kom snel. Ja, nou, mijn band gaat zo een liedje spelen, maar dan moet iedereen meezingen, oké? Okay? Ja. Hallo, oké? Okay? Ja. Ah, oké. Ietje bom. We zouden die tekst op die scherm zetten, maar het is één zin. Ja, no woman, no cry. Of je kan het onthouden, bang? Kom, zet die handen in de lucht. No woman, no cry. No woman, no cry. Now again, cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Yeah, applaud for yourself. Maar nu kwam de vraag. Aha. Waar gaat No Woman, No Cry over? Wat betekent die No Woman, No Cry? Is het A? Geen vrouw, geen verdriet. Dus zonder vrouw, geen gezeik. Is het B? Zonder haar is het zeker waar. Meisje, huil niet. Een ode aan alle vrouwen. Ja, dat is B. Mm-hmm. C? Nee, vrouw, ik schreeuw je niet. Caribisch horen vinden altijd dat je ze schreeuwt. Schreeuw maar niet. Is ook zo. Jij schreeuwt altijd. No woman, no cry. Ik denk B. Jij denkt B? Nee. Jij denkt B, meisje huil niet? Ja. Oh, de andere vraag? Oké, we vragen de juiste antwoord aan. Leslie. Ja, man. Irie, man. You got the right one. Hey. Antwoord B is goed. No woman, no cry. Kleine meisje huil niet. Helemaal goed, zwaar. Helemaal goed. Hey, Jap. Je mag een prijsje kiezen. Neem een mooie belletje of een sleutel. Heb je sleutels? Je hebt geen sleutels? Ook niet van de zaak? Ook niet. Vertrouw mij. Oké, dan neem een shotglas. Drink jezelf lam met de jenever op aisle 11. Dan ben je helemaal goed. Geef applaus, dames en heren. Ja, maar je dank je, broeder. Dank je.